Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. 3 0 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
november 2015. Dus het bulletin van maandag. Ook vandaag hebben we weer Contestia bij de uitzending. In tegenstelling tot eerdere dagen, toen we vooral allerlei teksten bij wijze van test hebben uitgezonden, begint Daily Mirrors deze week met het uitzenden van extra inhoud bij de uitzending via Contestia. De komende dagen valt tegelijk met de uitzending via de Contestia-data het een en ander te lezen over de achtergronden van de nummerstations. De tekst hierover is in het Engels, later zullen ook onderwerpen in het Nederlands via Contestia worden aangeboden. Voor wat betreft de WRC-15 waren er eind vorige week problemen rond het voorstel voor 50 MHz, dat bij de voorbereiding eigenlijk geen noemenswaardige kritiek opleverde. Er was echter een tegenslag toen dit voorstel aan de werkgroep 6B werd voorgesteld. Eerst eiste Iran dat er een voetnoot zou komen waarin hun gebruik op 50 MHz in het voorstel bij Region 3 zou worden toegevoegd. Iets dat zou afdoen aan het wereldwijde karakter van de harmonisatie van de amateurband. Vervolgens was er een ad hoc bijeenkomst van gedelegeerden uit China, de amateurs in casu IARU, Israël, Korea en de Russische Federatie, waarbij het voorstel dat eigenlijk al klaar lag om begin deze week in te dienen werd gewijzigd. Het vervelende is nu dat om deze wijzigingen in het 50 MHz voorstel te kunnen bespreken, het nodig is om het voorstel voor harmonisatie van de 160 meter band in te trekken. Dit voorstel is dus ingetrokken en er wordt overwogen om dat in 2023 opnieuw aan de orde te stellen. Bij een ander voorstel over de amateurband op 77 GHz, waar voertuigradars medegebruiker zou moeten worden van de amateurs, is er in het ontwerpvoorstel een voetnoot waarin staat dat de radiolocatie door deze radars beperkt moet blijven tot korte afstanden en gebruik op de grond, wat natuurlijk positief is voor de amateurs. Daarnaast komen nog aan de orde aardobservatie vanuit satellieten die mogelijk in de 10 GHz band moet komen en verder druk vanuit het bedrijfsleven om frequentiespectrum vrij te maken voor 5G, de opvolger van 4G en dat zou dan in de 10 GHz en de 47 GHz amateurbanden zijn. En verder komt nog een voorstel aan de orde over spectrum voor draadloze LANs die mogelijk onze 5 GHz band zou bedreigen. Robert PA3BKL wees me nog op een bijzonder leuk APRS transceivertje van DB1NTO. Het apparaatje is wel bijzonder klein, slechts 2 bij 3 bij 5,7 centimeter. Hij is gebaseerd op een Atmega 328P Arduino. Het dingetje heeft schakelbaar 0,5 of 1 watt HF op de 2 meter band. Verder heeft hij een grafisch display van 128 bij 64 pixels en heeft een ingebouwde GPS ontvanger. Het dingetje dat dus het formaat heeft van een Lucifers doosje is ook nog eens open source. Ik zal een foto en het linkje naar de site met info op pa0ete.nl plaatsen. Agentschap Telecom verwijst op Twitter naar een artikel op haar website over problemen met de afstandsbediening van auto's. AT schrijft: Agentschap Telecom krijgt wekelijks storingsmeldingen over auto's die met een afstandsbediening niet meer kunnen worden geopend. Omdat het frequentiegebruik van deze apparatuurvergunning vrij is, kan het agentschap geen actie ondernemen. Onze ervaring leert dat u deze storingen eenvoudig zelf kunt oplossen. De rest van de tekst op de site beschrijft wat je bij storingen zelf kunt doen. Als tip moet onder andere in de omgeving worden gekeken en naar recent aangeschafte draadloze apparatuur. Ook worden weerstations genoemd die erom berucht zijn geen data meer uit te zenden, maar wel permanent een kale draaggolf in de lucht te houden zodra de batterijen enigszins leeg zijn. Een andere tip is om de auto eens op een andere parkeerplaats te plaatsen. Aan het eind van de uitzending heb ik nog een herhaling van 2 jaar geleden uit de wekelijkse uitzendingen. De meeste mensen zullen hem waarschijnlijk nog niet gehoord hebben. Het gaat over een briefje dat ik 1 jaar of 5 geleden een poos op mijn voordeur geplakt had.
Een paar jaar geleden werd het verboden om mensen nog langer telefonisch lastig te vallen met producten. In diezelfde periode daarna stonden er een aantal figuren bij mij aan de voordeur, wat duidelijk nog wel mocht, om diezelfde ellende op die manier over me uit te storten. Nou, in die tijd heb ik een tekstje gemaakt. Dat heeft een tijdje op mijn voordeur gehangen. En die tekst ging als volgt. Nou zijn we eindelijk net van dat aan de telefoon lastig gevallen worden rond etenstijd af, staan dat soort foute types ineens zeer regelmatig rond datzelfde tijdstip bij mij aan de deur te bellen. Ik kan u vertellen dat als u geen grote mond wilt, u beter een paar deuren verder kunt gaan. Als u wel graag een grote mond wilt, bel dan gerust aan, want zo kom ik ook weer van een stukje frustratie af. Wanneer u echter denkt dat ik geïnteresseerd ben in een nieuwe energiemaatschappij, een lening, een restaurantbon, in God, of iets dat ik bij de DSB-bank wil ondernemen, nou ja, u ziet zelf wat daarvan komt. Maar zonder gekheid, het is heel eenvoudig om een klein beetje van uw en mijn kostbare tijd te sparen. Bel niet aan. Ik garandeer u van tevoren, ik heb geen interesse. Oh ja, en aan enquêtes doe ik ook nooit mee. Nou ja, één keer per jaar met Sinterklaas, als de hele familie loodjes trekt. Of is dat nou geen enquête? Hoe dan ook, vertrek. Ga weg, bel niet. Op slechte dagen sta ik mensen als u aan de deur uiterst kort te woord met slechts 3 woorden. Nee, nee, nee. Wanneer ik echter mijn dag heb, dan ga ik alsnog uiterst geanimeerd met u in discussie. Ik toon interesse in uw product, waarbij ik zeer oprecht overkom. Dat kan ik goed. Ik vraag waarschijnlijk belangstellend naar uw thuisfront, laat u desnoods uw hele catalogus uitleggen en vraag dan ook naar een contract. Maar net als u dan na 2 of misschien 3 uur praten eindelijk denkt uw slag te kunnen slaan, vertel ik naar waarheid dat ik hoegenaamd niet over enig te besteden geld beschik en zoiets ook niet op termijn van 3 of wellicht zelfs 5 jaar aan u te verwachten heb. Neem dus het zeker voor het onzekere en ga ter bescherming van uw eigen dure tijd niet met mij in discussie. Aan de telefoon kondigde ik bij gesprekken, als u met mij wilt hebben, van tevoren altijd netjes aan dat ik het gesprek opnam. Door de ervaring wijs geworden hoef ik dan niet achteraf te soebatten om een opname waarop de bevestiging van mij zou staan om vervolgens een gemanipuleerd bestandje te ontvangen met slechts een heel klein gedeelte van wat gezegd is. Gek is wel dat na zo'n aankondiging van mij de meeste mensen die mij voor 1 oktober belden ineens heel snel de interesse in een verder gesprek kwijtraakten. Aan de deur zoek ik nog naar een soortgelijke oplossing. Vooruitlopend op een definitieve aanpak heb ik echter alvast achter mijn voordeur een soort van webcam gemonteerd, samen met een goede microfoon. Die beiden staan altijd aan en die nemen alles op. Wanneer u dus toch aanbelt, wil ik u vragen om, als u tenminste een beetje florissant in beeld wilt komen, alvast uw beste glimlach op te zetten. Strijk voordat u de belknop beroert ook even uw kleren glad en doe de haren uit uw gezicht, als ze daar tenminste naartoe gewaaid zijn. Afijn, een hele hoop woorden dus. Terwijl ik eigenlijk alleen maar zeggen wil, als u niet iemand bent die ik heel goed ken, of die op afspraak komt, of zelfs persoonlijk door mij is uitgenodigd, hoepel op! Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.